De regering en de centrale van landsdienarenorganisaties zullen komend week weer om tafel gaan om te onderhandelen over een loonaanpassing voor de ambtenaren. Dat zei minister Armand Gijbersing van Financiën gisteren op een persconferentie. Hij hoopt tot een vergelijk te komen met CLO-voorzitter Ronald Hooghart. We hebben daarnaast gesprekken gevoerd met het bestuur van CLO onder leiding van de heer Ronald Hooghart. Hij heeft zelf in de pers aangegeven dat die gesprekken zijn geweest afgelopen woensdag in een goede sfeer. Er zijn wat afspraken gemaakt om te praten over de mogelijkheden die wij zien voor een loonaanpassing. Wij gaan de gesprekken voortzetten volgende week en dan hopen we tot een vergelijk te kunnen komen zodanig dat de financiële staatshuishouding het kan dragen en dat er ook een stukje verlichting kan komen voor de ambtenaren. Het schuldenvraagstuk blijft een grote uitdaging voor ons land, zei de minister. De regering is nog steeds in onderhandeling met schuldeisers. Wij en onze adviseurs, of begeleid door onze adviseurs, zijn continu in gesprek met de schuldeisers. Wij hebben ze wat informatie ter beschikking gesteld. En we gaan ervan uit dat we binnen het traject zoals we die samen uitgestippeld hebben, dat we tot een overeenkomst kunnen komen waarbij beide partijen vrede mee kunnen hebben. Dat was dus Armand Gijbersing, minister van Financiën, gisteren op de persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken.